Solidariteit betekent volgens mij dat je gewoon voor je medemens probeert te zorgen. Dat je elkaar probeert te helpen en dat je gewoon voor elkaar bent. Het Olympus College in Arnhem staat deze week in het teken van solidariteit. Respect hebben voor elkaar en kunnen delen zijn belangrijke lessen in deze tijd. Zo begon de school als eerste in Arnhem onlangs al met het dagelijks verstrekken van gratis maaltijden voor kinderen die met honger naar school gaan. Als ik hier om 7:30 ochtends de school inloop en ik zie die leerlingen inderdaad daar een ontbijt halen, dan dat snijdt door merg en been. Dat is echt niet leuk om te zien. Aan de andere kant, we hebben ook de mogelijkheden om te helpen. En dat maakt het natuurlijk heel mooi. Ook samelen de leerlingen deze week kleding in en eten voor de voedselbank. Opdat ze niet alleen maar met de dikke ikke, maar ook leren om naar een ander om te kijken en te beseffen dat we die samenleving samen maken. Ik vind het een ingewikkeld woord, solidariteit, maar jullie hebben erover geleerd. Wat betekent het volgens jou? Dat eigenlijk je jezelf kan zijn en dat je iedereen helpt die bijvoorbeeld moeilijk heeft in deze tijden. Solidariteit betekent volgens mij dat je gewoon voor je medemens probeert te zorgen, dat je elkaar probeert te helpen en dat je gewoon voor elkaar bent. Mensen niet te pesten om hun huidskleur en gewoon iedereen accepteren hoe die is. Ook als iemand homoseksueel is, moet je gewoon iemand accepteren zoals die is. Bijvoorbeeld als ik mensen niet zie dat ze iets niet kunnen betalen, dat ik hem probeer voor te schieten. In mijn mening moet het wel iets meer respect voor elkaar, want er komt nog heel erg veel pesten voor.